vurig. Ik vind dat hij heel erg expressief is. Al dus de maker van de documentaire over de 92-jarige kunstenaar Jan Murk de Vries. Een van de bekendste werken van de Vries hangt op Schiphol in het zogeheten Stiltecentrum. Op 22 november kwamen kunstenaar en documentairemaker samen naar de luchthaven. Alle zes beneden hebben als basis eigenlijk hetzelfde. Vuur, water, aarde en ruimte. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om dan vandaag met hem naar Schiphol te komen? Omdat dit symbool staat voor zijn ruimdenkendheid. Er zijn verschillende religies die hier over de vloer komen. Maar hij wil graag dat dit toegankelijk is voor iedereen. En dat is een sterke gedachte uit hem. Bezoekers zijn bijzonder verrast. Sommige mensen maken er gebruik van. Door er naar te kijken en op deze manier te mediteren. Andere mensen willen er foto's van hebben. Het stiltecentrum op Schiphol bestaat al ruim 35 jaar. Passagiers kunnen hier terecht voor gebed of bezinning, ongeacht hun geloofsovertuiging. Heeft deze opdracht na al die jaren nog steeds een speciale plaats voor u? Absoluut. Omdat ik als christen zo graag wil dat wij als gelovigen over de hele wereld bij elkaar moeten horen en bij elkaar zijn. Ik ben zelf 25 en ik vind het prachtig om naar te kijken, dus waarom zou het dan gedateerd zijn? Meer informatie over het stiltecentrum vind je op schiphol.nl.